The subject of our session today is a little bit of an exception in the topic of biblical holy days and their messages. Het onderwerp wat vanavond behandelen is een beetje anders, zeg maar, dan het onderwerp dat we anders zouden bespreken van de Bijbelse feestdagen. Because as opposed to our usual routine, which is to focus on one of the biblical holy days, today we're not. En normaal gesproken, als wij inderdaad een van de Bijbelse feesten, als we daar dichtbij zitten, dan zullen wij die ook behandelen, maar vandaag even niet. We're focusing upon the space between two holy days. We gaan juist letten en we gaan het behandelen vanavond, zeg maar, de ruimte tussen twee feestdagen in die er is. And of course, what that space is teaching us. En ook natuurlijk wat die ruimte of die tijd tussen de twee feestdagen inhoudt, wat wij daarvan kunnen leren. What God tells us about this space and what the message is for us. Wat God ons vertelt tussen deze ruimte, tussen twee feestdagen, en wat het voor ons betekent. We begin in Leviticus chapter 23. En we beginnen om te kijken naar Leviticus hoofdstuk 23. We've spent many sessions on Leviticus chapter 23 because it is one of the principal passages that describes the cycle of the biblical holy days. We hebben in het verleden Leviticus 23 vaak behandeld, want het behandelt heel erg precies de cyclus van alle Bijbelse feesten. This passage begins after we read about Passover. En waar we mee zullen beginnen te lezen, dat sluit net aan, het volgt net op, zeg maar, het Pesach, wat is behandeld daarvoor, beschreven. Beginning in verse 9, God spoke unto Moses, saying. We lezen in vers 9, en de Heere sprak tot Mozes. Speak unto the people of Israel, and say unto them, when you are come into the land that I give unto you, and shall reap the harvest thereof, then you shall bring an omer of the first fruits of your harvest unto the priest. Nou, vers 10. Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, wanneer gij komt in het land dat ik u geef en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgave of de omer van uw oogst naar de priester brengen. So of course, there's already one definition in order. What is an omer? En nu gaan we ons afvragen, wat precies is een omer? Well, the short answer is, an omer is roughly the amount that a person eats in a day. En een omer is eigenlijk een maat, zeg maar, van wat gegeten wordt op een dag. So this is what is to be brought from the harvest, the grain harvest. Dit wordt dus vanaf de oogst, zeg maar, naar de priester gebracht. We're still going to have to figure out what harvest, but that's for later. We moeten ons natuurlijk afvragen van welke oogst, maar daar komen we straks op terug. In the following verse, in verse 11, we read what happens with this omer. Remember, it was brought to the priest, and he shall wave the omer before God. En dan lezen we in vers 11, en bij ons in onze vertaling is dus de omer vertaald in garven. Vers 11, en hij zal de garve voor het aangezicht des Heren bewegen. What is this waving? Wat houdt het precies in, het bewegen? The priest, as part of the process of offering this offering to God, waves the sheaf, the omer, in all of the cardinal directions, north, south, east, west, up and down. En wat houdt dat wuiven of bewegen precies in? Het is een voor het aangezicht des Heren wordt dus de garve bewogen en jawel naar alle zijden toe, naar beneden en boven en naar het oosten, westen, zuiden en noorden. We'll consider what the significance of the waving is also later on.
Maar we gaan ons straks ook bezighouden inderdaad wat de betekenis van het bewegen precies inhoudt. The remainder of verse 11, this is to be accepted for you on the morrow after, well, the Hebrew reads HaShabbat, which could be translated as the Sabbath, but maybe more accurately as the day of rest. On it, the priest shall wave it. En verderop in vers 11 lezen we dan, daags na de Shabbat wordt het dus bewogen, zal de priester die bewegen. En in het Hebreeuws staat er op HaShabbat, dus dan kan het ook zijn op de Shabbat. And this of course inevitably raises an additional question of definitions. What is this Sabbath, this day of rest? En dan is er ook een vraag die dan ook weer opkomt. Wat er bedoelt met de dag van rust, zeg maar, deze Shabbat. I have to note that historically that question was a major bone of contention, in particular toward the end of the second day temple period. En Rabbi Chaim wil er even op wijzen dat juist omdat hier dus staat daags na de Shabbat of en hoe dat geïnterpreteerd moet worden. Historisch gezien heeft dat voor hele verhitte discussies geleid. En vooral in op het einde zeg maar, van de Tweede Tempelperiode. Because there was a movement at the time, usually described in English as the Sadducees and the Hebrew the Tzedokim, that rejected the traditions of the oral Torah, the oral traditions that Israel possessed. And as a result, claim that we read in the written text, the Sabbath, that means specifically the Sabbath, the seventh day of the week. En toen de tijd waren er verschillende bewegingen. En een van die bewegingen, in onze vertaling wordt dat weergegeven als de Sadduceeën. En zij waren een traditionele beweging, maar ze konden zich niet vinden, of daar stonden ze niet helemaal achter, over de mondelinge overdrachten, de mondelinge weergave. En zij hadden dus ook echt wel moeite, of dan staat het dus op de Shabbat. En zij hielden zich daar ook strikt aan en zij waren van overtuigd dat het op de Shabbat, dat bewegingsoffer, die beweging moest plaatsvinden. So, 4 points that I'd like to share with you in rapid succession. Dus er zijn 4 punten die we vanavond gaan behandelen in deze sessie. First, a general observation in terms of definitions. Shabbat in Hebrew is the word for the Sabbath. En de eerste is Shabbat, nou in het traditionele Hebreeuws, is dat ook een heenwijzing naar de Shabbat zoals wij die heden te dagen kennen. But besides being a label, it can also represent an identity. Maar het kan, behalve dat het een label plakt, zeg maar, op een dag, kan het ook verwijzen naar een identiteit. What does Shabbat mean as an identity? Wat betekent Shabbat als een identiteit? We always have to remember that in Hebrew, the same root underlies both the nouns and the verbs. En we moeten ons herinneren dat de wortel in het Hebreeuws altijd bekeken moet worden in de betekenis van het woord. Shabbat as a verb means to cease from work. En Shabbat zeg maar, of als Shabbat als woord, wil eigenlijk zeggen dat het ophouden met werken betekent. That's exactly the way Shabbat is first introduced in Genesis chapter 2 verse 3. En zo is de Shabbat ook geïntroduceerd in Genesis 2, vers 3. God, Shabbat, ceased from his creative work. En daar wordt beschreven dat God rustte van het werk wat hij had gemaakt. And similarly, any day upon which we cease from our creative work is a Shabbat. En alle dagen waarop wij rusten van onze normale werkzaamheden is in feite een Shabbat. Well, again, this is Leviticus chapter 23, verse 11. Let's consider what we read beforehand in Leviticus chapter 23.
En dan gaan we nog even kijken wat er is beschreven voor, want we zitten nu in Leviticus 23 vers 11. Nu gaan we nog even kijken vanaf vers 5. Well, as I already noted, we read about Passover. Hij heeft het ze net al gezegd, er wordt ook beschreven iets over Pesach. That becomes clear in verse 5, that speaks of Passover, and in verse 6, that speaks of the feast of unleavened bread. En vers 4 gaat het dus over de Pesach, en vanaf vers 6 gaat het over het feest van de ongezuurde broden. And in verse 7 we read, in the first day you shall have a holy convocation, you shall do no manner of servile work. En dan lezen we in vers 7, op de eerste dag zult gij een heilige samenkomst hebben. Dan zult gij geen rein slaafse arbeid verrichten. That definitionally makes the first day of the Feast of Unleavened Bread into a Sabbath, a Shabbat. Dat maakt dus dat de eerste dag van het feest van de ongezuurde broden een Shabbat is. We'll note that that doesn't entirely resolve the question, because the next verse, in verse 8, we read that in the seventh day is a holy convocation, you shall do no manner of servile work. En wat lezen we dan in vers 8? Gij zult de Heer een vuuroffer brengen gedurende 7 dagen. Op de 7e dag zal er een heilige samenkomst zijn. Geenerlei zwaarse arbeid zult gij verrichten. I hope you recall, we had a whole discussion of the relationship between these two holy days. But in some sense, they are both Sabbaths. En nu kun je misschien inderdaad een beetje zien waarom juist deze twee versen zo in het historisch en nog steeds voor heel veel verschillende opvattingen en meningen zorgen, en discussies dus ook. Want de eerste en de zevende dag worden genoemd als een Sabbat. In principle, both of those days could be the Sabbath, after which you bring this Omer offering. Want beide worden beschreven als een Shabbat. En daarna wordt dus het beschreven van de Omer. That's our first consideration. But our second one focuses on a bit more specificity. Both in Leviticus chapter 23 and in the passage that we read that clearly parallels it in Joshua chapter 5. We gaan nog even verder kijken naar Leviticus 23, waar het specifieker wordt beschreven. En parallel aan dit hoofdstuk kunnen we Joshua hoofdstuk 5 ook nemen, waar het ook beschreven staat. Because in Leviticus chapter 23, verse 14, we read, and you shall eat neither bread nor parched corn nor fresh ears until this self same day, when you bring this offering of the Omer, until you have brought the offering of your God. It is a statute forever throughout your generations and all your dwellings. Dan lezen we Leviticus 23 vers 14. Tot op die dag zult gij geen brood, geen geroosterd of vers koren eten, totdat gij de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een altoos durende inzetting voor uw geslachten in al uw woonplaatsen. Dus totdat die eerstelingsgave of die omer is gebracht, mag je geen brood eten. Now, this is a very strange statement if we were to take it without any context. You shall eat neither bread nor parched corn nor fresh ears until the selfsame day. How long are you supposed to starve? Maar dan is de vraag inderdaad, als je dit heel stipt gaat lezen, we mogen dus geen brood eten, geen geroosterd of vers koren eten, maar tot wanneer en vanaf wanneer moeten we dat ons aan houden? You have to eat something, don't you? Maar je moet natuurlijk wel iets eten. But then we appreciate that the context of this statement is when, as we read in verse 10, you reap the harvest of the land, then you bring the omer of the first fruits of your harvest unto the priest. We moeten natuurlijk een tekst altijd in het verband lezen, in de context lezen. En in vers 10 lezen we dat er een eerstelingsgave, omer van uw oogst, naar de priester moet worden gebracht. In other words, once you begin the new grain harvest, which, as we will see, clearly happens around the time of Passover, then you don't eat of this new harvest
until you bring this offering. Dus vanaf, zeg maar, Pesach begint er een nieuwe oogst. Hè? Er wordt gezaaid voor een nieuwe oogst. En de nieuwe oogst die net van het land is gekomen, die mag je dus niet eten totdat de eerstelingsgave is geofferd voor de Heer. And this inevitably brings us to Joshua chapter 5. En dat brengt ons bij Joshua hoofdstuk 5. Now we already noted that in Leviticus chapter 23, before we read about this offering, we're reading about Passover. En nogmaals, we hebben het zo net ook al genoemd, en voordat we het over de omer hebben gehad, staat dus in Leviticus 23 een stuk over Pesach. There is perhaps a bit more specificity in Joshua chapter 5 as to how the people of Israel fulfilled this mandate that we saw in Leviticus chapter 23. In Joshua hoofdstuk 5 lezen wij hoe de Israëlieten, zeg maar, aan deze mandaat wat de Heere God heeft gesteld, hoe zij daar uiting aan hebben gegeven. We read in Joshua chapter 5 verse 10, the people of Israel encamped in Gilgal and they kept the Passover offering on the 14th day of the month at evening in the plains of Jericho. We lezen dan in Joshua 5 vers 10, terwijl de Israëlieten te Gilgal gelegerd waren, vierden zij Pesach op de 14e dag van die maand des avonds in de vlakten van Jericho. So again, note, this is the Passover offering that takes place on the 14th day of the month. Dus merk op dat het hier dus gaat over inderdaad het vieren van de maaltijd op de 14e van die maand. What happens afterward? And they did eat of the grain of the land on the morrow after the Passover, unleavened cakes and parched corn in the selfsame day. En nou vers 11. En zij aten daags na het Pesach van de opbrengst van het land, ongezuurde broden en geroosterd koren op dezelfde dag. Almost the same words that we read in Leviticus chapter 23 verse 14 as to what one cannot do until this offering was brought, which is brought again right after the Sabbath. Which Sabbath? We see here clearly the day of Passover, the first day of the Feast of Unleavened Bread. En hier kijken we al meer duidelijkheid, want vers 11 is precies hetzelfde, lijkt het, als Leviticus 23, vers 14. Dus na Pesach, dat is dus een Shabbat, die dag daarna, eten ze dus geroosterd koren en ongezuurde broden. So, if someone were to claim that the Sabbath, to which we refer in Leviticus chapter 23 as the seventh day of the week, well, at the very least, we could point out that Joshua and his contemporaries, coming an awful lot closer to the revelation of God's word at Sinai, didn't agree. They understood the Sabbath to be referring to the first day of Passover, as we do. En zoals we dus net hebben gelezen, Joshua heeft precies zo gedaan, zoals het ook beschreven is. En je kan dus leren dat hij zich er precies aan hield. En dan heeft hij het dus perfect uitgevoerd. Dus na de eerste dag, of op de eerste dag, na de Shabbat, heeft hij dus inderdaad ongezuurde broden gegeten en geroosterd koren. And so indeed, what would take place in fulfillment of these words of Leviticus chapter 23... was in the evening after the end of the first day of the holy day of Passover, after nightfall, with great fanfare, they would go and cut the omer, the sheaf, for the offering, which would then be brought to the holy temple on the first day after the first day of Passover. In other words, the first of the intermediate days that follows the holy day on the first day of the holiday. Dus als ik het goed begrijp, is het dus inderdaad zo, in de avond van de eerste dag wordt dus die schoof van de oven gesneden. En dan wordt het met feest gebeuren, gaat dat gepaard. En dan wordt die ook naar de priester aangeboden. Dus het is op de eerste dag direct van dat feest dat de eerstelingsgave wordt aangeboden.
Now, there's a third indication that may also provide us with insight into just what this Sabbath is, of which we read in Leviticus chapter 23. Er is misschien nog een gebeurtenis waar we naar kunnen gaan kijken en die ons meer informatie geeft over de beschrijving van die Shabbat, zeg maar, van die eerste dag en hoe dat is gegaan en gevierd. We'll note that typically when we read of the Sabbath day, the seventh day of the week, the way it is described in the Torah is, in the Hebrew, Yom HaShabbat. En de zevende dag, als het dan de Shabbat is, zeg maar, hoe wordt die beschreven in het Hebreeuws, in de Hebreeuwse Bijbel? Dan wordt er vaak, zo wordt die ook echt neergezet, dat is Yom HaShabbat, de dag van de Shabbat. That's the way we find it introduced in the Decalogue, both in Exodus chapter 20 and in Deuteronomy chapter 5. En zo wordt die ook beschreven in Exodus 20 en Deuteronomium 5. Here, in Leviticus chapter 23, it is the Sabbath, but the word day is missing. Dus, en hier in Leviticus 23 staat er alleen, ook in de grondtekst dus, Shabbat, dus Yom ontbreekt. Dat betekent dag. Well, of course, on the one hand, that can again be an indication that we're speaking of something other than the seventh day, such as the first day of Passover. Dat kan een aanwijzing zijn dat het hier dan niet gaat, omdat als je Yom Shabbat, als dat in de grondtekst zou staan, dan gaat het over de zevende dag van de week. Maar hier in Leviticus 23 staat het dus, gaat het dus over een Shabbat. En dat kan dus ook duiden op de eerste dag van de week. But I'd also like to share with you an interesting insight of one of the great Bible scholars of the 19th century, whom we've mentioned on a number of occasions in the past, Rabbi Samson Raphael Hirsch. En hij wil nog iets met ons delen van een bekende rabbijn uit de 19e eeuw. We hebben hem al vaak gehoord. Hij wil daar nog wel eens een keer iets van opmerken van zijn leringen. En dat is de heer Hirsch, Rabbi Hirsch. He notes that inasmuch as there isn't any reference to the day of the Sabbath, there's no reason necessarily to assume we're even referring to one day at all. En juist, Hirsch heeft dus gezegd, als er dus gewoon Shabbat staat, dan staat er dus niet een verwijzing naar een of andere dag. Dus het kan elke dag zijn. If you ask, well, where do we find that Sabbath can be a period longer than a day? En waar kan het dan ook zo zijn dat het langer is dan een dag? Well, you should all remember the answer, because of our discussion of Leviticus chapter 25. En we weten allemaal het antwoord, want we hebben dat wel eens bediscussieerd bij Leviticus hoofdstuk 25. In Leviticus chapter 25 we read of a Sabbath of the land, which is a year long. Want daarin, Leviticus 25, wordt besproken over een Shabbat voor het land. En dat is een jaar lang. Why is it called the Sabbath? Because in that seventh year there is a solemn rest of the land. You shall neither sow your field nor prune your vineyard. Waarom wordt er beschreven een Shabbat voor het jaar, zeg maar, voor het land? Het is het zevende jaar en het is een totale rust voor het land. Dus vandaar dat er wat verwezen staat. En waarom staat het zo ook beschreven in de grondtekst? Een Shabbat, het is rust voor het land. So recalling that Shabbat means to cease from work, we can well appreciate that that is indeed a Shabbat. It is a period, not just a day, a year, in which you cease from the work of the land. Dus als je het hebt over inderdaad de Shabbat, dan hoeft dat, dan kan dat dus ook een periode betekenen, een periode van rust. De Shabbat staat natuurlijk voor een dag rust, dat je stopt met werken. Dat sowieso, dat betekent ten diepste de betekenis van de Shabbat. Maar in het Shabbatjaar voor het land betekent dus dat je een jaar lang rust van de arbeid op dat land. Well, when one considers what takes place in the period before the bringing of this offering, we can well appreciate why that period should be called a Shabbat, a Sabbath.
En dan moeten we dus ook ons afvragen, wat gebeurde er voor de periode dat het offer werd gebracht? En dat wordt dus ook genoemd weer de Shabbat. Maar wat gebeurde er precies in die periode ervoor? Since, as we saw in verse 14, you shall eat neither bread nor parched corn nor fresh ears until this selfsame day, then the harvest can't really begin in earnest until this selfsame day when the offering is brought. En in vers 14 lazen we dus, tot op de dag, die dag zult gij geen brood, geen geroosterd of vers koren eten, totdat gij de offergave van uw God gebracht hebt. Dus er kan niet van gegeten worden, totdat die gave is gebracht. So in a sense, by definition, it is a Sabbath up until this day. Dus het is een totale Shabbat tot die dag en tot die gave is gebracht. Which of course again reinforces what amounts to something that for us is one of the most basic foundations of the way we serve God. That God revealed himself to us, not only with the written word, but also with the oral word as well. En dat geeft ook van ons van grote betekenis, want de Heere God openbaart zich niet alleen door het woord, het geschreven woord, maar God openbaart zich ook door de mondelinge weergaven, zeg maar. Zo kan God zich ook openbaren door wat mondeling is doorgegeven. And that's the fourth consideration. After the first three, just the realization, we have the oral tradition that tells us this is the way we've always done it. This is the way God instructed us to do it on the day after the first day of Passover. That's when the Omer offering is brought. En de mondelinge overgave, zeg maar, de doorgave daarvan, die zegt ook en die leert ons ook, we hebben het altijd zo gedaan, dat wij altijd het bewegingsoffer, die eerstelingsgave, hebben gebracht op de eerste dag. Dus dan begint het. Dus dat hebben we eigenlijk altijd zo gedaan. Dat is de traditie geweest. En dat heeft ons dus ook, dat brengt ons bij die lering dus ook. Okay, all of this, you'll recall, was simply a matter of getting down the definitions. So we understand what we're reading in Leviticus chapter 23. Dus we hebben ons eigenlijk nu nog maar net bezig gehouden met de definities en wat we precies lezen in Leviticus 23. We have a more vexing problem, and that's answering, so why is any of this really of interest to us right now? En wat we nu hebben gelezen, dan kunnen we ons ook afvragen, wat is er nu zo interessant voor ons vandaag de dag en wat kunnen we ervan leren? After all, the name of this series is Biblical Holy Days and Their Messages. What message can there possibly be for us in this offering brought in the Holy Temple? Want wij behandelen juist inderdaad de Bijbelse feesten en hun betekenis. En wat kunnen we dan leren van dit geschrevene wat we net hebben behandeld? En wat kunnen we leren van het offer wat gebracht werd in de tempel? Of course, it is part of the Bible, part of God's word. It is something that we look forward to seeing restored in God's rebuilt temple of the future. En natuurlijk is dit ook een deel van Gods woord. En we kijken er ook naar uit, naar dat God ook dit gedeelte zal herstellen in de tempel, welke straks zal worden gebouwd in Jeruzalem. But right now, the temple isn't standing. And this service is something that we can't do because we don't have a place to do it. En de tempel is nog niet herbouwd en we hebben tot op heden geen plaats waar we dit precies kunnen gaan doen. So again, what relevance for us? Dus dan ook inderdaad is die vraag heel erg relevant van wat betekent dat nu, juist nu de tempel er niet is, wat kunnen wij er dan wel van leren? Want we kunnen hem niet helemaal uitvoeren zoals God het graag zou zien. Well, fortunately, this is not the end of the story. Maar gelukkig is dit niet het einde van het verhaal. Because there's an additional dimension that is introduced
beginning in verse 15 that definitely does pertain to us, even when we don't have a temple in which to bring the offering of which we read in the previous verses. Want er is een extra dimensie toegevoegd en dat lezen we vanaf vers 15. En dat heeft betrekking ook in deze tijd kunnen we dat uitvoeren, ook al is er heden te dagen geen tempel. Beginning again in verse 15. And you shall number unto you from the morrow after the day of rest, from the day that you brought the omer of the waving, 7 Sabbaths shall there be complete. Dan, en dan lees ik Leviticus 23, vers 15. Dan zult gij tellen van de dag na de Shabbat, van de dag waarop gij de gave van het beweegoffer gebracht hebt, 7 volle weken zullen het zijn. Verse 16, even unto the morrow after the 7th week, shall you number 50 days, 7 times 7 plus 1, and you shall present a new meal offering unto God. Vers 16, tot de dag na de 7e Shabbat zult gij tellen 50 dagen. Dan zult gij een nieuw spijsoffer de Heere brengen. And there is the description of what that new meal offering is. We'll return to this subject later on. And there is further detail with respect to how it is brought. And furthermore, in verse 21, we read that the day upon which the offering is brought is a holy convocation unto you. En we gaan straks nog even kijken naar wat het wil zeggen om dat nieuwe spijsoffer voor de Heere te brengen. We gaan even snel kijken naar vers 21. Op dezelfde dag zult gij een oproep doen uitgaan. Maar een heilige samenkomst te hebben. What we don't read in Leviticus chapter 23 is what this special day is, besides it being on the 50th day after the day upon which we began counting, the day after Passover. Want in vers 21 wordt beschreven dus inderdaad de 50ste dag. Het wordt niet bij name genoemd, maar op dezezelfde dag zult gij een oproep doen uitgaan tot een heilige samenkomst. Well, we don't get an identification of this day by any other name in Leviticus chapter 23, but we do someplace else. Dus we krijgen geen naam voor deze dag, zeg maar, beschreven in Leviticus 23 vers 21, maar dat krijgen we wel op een andere plaats en dat is Deuteronomium 16. Indeed. In Deuteronomy chapter 16, when we read once again of the cycle of the holy days, this as preparation for entry into the land of Israel, we read about Passover at the beginning of the chapter. En in Deuteronomy 16 worden de 3 hoge feesten weergegeven als het volk staat aan het begin om het land binnen te trekken. En dan wordt eerst in vers 1 wordt dan weer een beschrijving gegeven over het Pesach. And then after the description of Passover over the course of the first 8 verses of the chapter, we read in verse 9, 7 weeks shall you number unto you from the time the sickle is first put to the standing corn shall you begin to number 7 weeks. De eerste vers 8 versen, de 8 versen van hoofdstuk 16 gaan over de uitleg van het Pesach. En dan vers 9. 7 weken zult gij tellen van dat de sikkel voor het eerst in het staande koren geslagen wordt, zult gij 7 weken beginnen te tellen. Verse 10. And you shall make the feast of weeks unto God your Lord after the measure of the freewill offering of your hand which you shall give. Vers 10, dan zult gij het feest der weken vieren ter ere van de Heere uw God, naar de mate van de gaven die gij vrijwillig geven zult, nadat de Heere uw God u gezegend heeft. Well, this is of course a very familiar day. This is the Feast of Weeks, what we call in Hebrew Shavuot, the name of the holiday given here in Deuteronomy chapter 16, what is often known in English as Pentecost.
Ja, en dus het feest wordt hier ook genoemd, de naam van het feest. En het Hebreeuws staat, het is een wekenfeest. In Israël wordt het ook genoemd Shavuot, omdat dat een meervoudig woord is van weken. In het Engels, of ook in het Nederlands, bij ons wordt het vaak vertaald in Pinksteren. So, we know what the culmination of this count of 7 times 7, or as we saw in Leviticus chapter 23, 7 times 7 plus 1, is. It's the holiday of Shavuot. Dus we weten nu welk feest er wordt gevierd op de 50ste dag. Het is dus 7 keer 7 plus 1, zoals Leviticus 23 dat beschrijft. Of zoals hier in Deuteronomium 7 keer 7 weken. En welk feest begint er dan? Dat is dus Shavuot. So this counting is what links together Passover on the one side with Shavuot, Pentecost on the other. Dus het tellen van deze dagen, het begint dus zeg maar bij Pesach en het eindigt op het wekenfeest met Shavuot. What it doesn't tell us is, why are we supposed to be counting this? Maar het vertelt ons niet waarom wij dit eigenlijk moeten tellen. What's the significance of counting altogether? Wat is de betekenis van het tellen van deze dagen? Now in general, if we think about all of our experiences in counting, when we count, it's usually in order to get to some conclusion. En in het algemeen kunnen we zeggen dat als we beginnen te tellen met iets, dan zal dat leiden tot een bepaalde conclusie. So if we have a number of objects in front of us, we count them when we want to know how many there are altogether. Bijvoorbeeld als we verschillende getallen voor ons zouden zien, gaan we ze allemaal optellen, zodat we weten wat al die getallen samen voor waarde hebben. It's interesting to consider the various commandments of counting that we encounter in the Torah. En misschien moeten we even gaan kijken naar de verschillende keren wanneer wat een opdracht wordt gegeven om iets te tellen in de Torah. I think it's insightful enough for us to consider each and every place where God commands us to count. En eigenlijk is het misschien ook wel heel goed om te kijken naar welke plaatsen God allemaal noemt in zijn woord waarin er wordt geteld. Including this one, there are only 4. En eigenlijk, inclusief deze die we net hebben genoemd, wordt het maar op 4 plaatsen genoemd. Let's consider the other 3 and compare them with this commandment to count. En laten we even kijken naar de andere 3 keren wanneer wordt beschreven dat God zegt dat er moet worden geteld. En laten we dat in relatie proberen te leggen naar wat wij net hebben beschreven van deze telling. The first 2 commandments to count occur in Leviticus chapter 15. De eerste keer waarin wordt beschreven dat er iets moet worden geteld is in Leviticus 15. Without going excessively into the details, there are circumstances in which if an individual experiences a discharge from his or her body, that is a cause for ritual defilement. En in Leviticus 15 vers 13, we gaan er niet heel erg diep op in, maar er staat iets beschreven inderdaad, als iemand onrein is geworden door een vloeiing, dan moet iemand gaan tellen de dagen. What do we mean here by ritual defilement? Want diegene is dan afgezonderd, zeg maar, van hij is onrein, dus je moet het afzonderen voor een bepaalde tijd. It certainly isn't committing a crime, and it isn't something that has any moral or ethical implications. Want het is opmerkelijk natuurlijk. Het is natuurlijk niet een misdaad wat dit persoon heeft begaan. Het heeft ook niks met morele of ethische waarden te maken. It means that while one is in a state of such defilement, one is forbidden to enter the precincts of the Holy Temple or to eat of the consecrated offerings that are brought in the Holy Temple. Deze persoon werd dus uitgesloten inderdaad van de tempeldienst, maar vooral ook van het eten van de offers die werden gebracht naar de tempel. So, how is one able to get out of this state of defilement?
En hoe was het voor zo'n persoon mogelijk om in deze, ze werden dus afgezonderd, maar hoe konden ze die afzondering dan weer opheffen? Well, in verse 13 we read in the case of a man that he shall number to himself 7 days for his purification. En in vers 13 lezen we dan, en dan betreft het een man, wanneer hij die de vloeding heeft rein zal zijn van zijn vloeien, dan zal hij 7 dagen tellen met het oog op zijn reiniging. And similarly, in verse 28, we read with respect to a woman who has such a defiling discharge, that she shall number to herself 7 days, and after that time she shall be pure. En datzelfde lezen we met betrekking tot een vrouw in vers 28, dat zij rein is geworden van haar vloed, dan zal zij nog 7 dagen tellen en daarna zal zij rein zijn. The point to appreciate with respect to these commandments to count is, well, they aren't really commandments at all. En het is opmerkelijk, want het zijn richtgevingen, zeg maar, om te... het zijn niet echt, het zijn wel opdrachten om te tellen, maar het zijn niet echt wettische, zeg maar, hele zware opdrachten om te tellen. Maar het wordt wel gezegd. What I mean by that is, there isn't any prohibition upon remaining in a state of defilement, even for the rest of one's life. Want het heeft natuurlijk, ook al zal iemand, zeg maar, zich hier niet aan houden, dan ben je misschien uitgesloten voor bepaalde dingen. Maar ja, het heeft dan toch wel consequenties natuurlijk voor de rest van zijn leven, maar niet heel erg diep, zeg maar. There is nowhere a requirement to purify oneself. Er staat ook geen straf erop, zeg maar, als iemand zich niet zou reinigen. But if you want to be able to enter into the precincts of the temple or eat of the consecrated offerings in the temple, you need to purify yourself, and this is the way to do it. Maar als je toch wel betrokken wil zijn en de tempel wil binnen kunnen gaan en ook kunnen eten van de offergaven die zijn gebracht in de tempel, ja, dan moet je toch wel rein zijn. En dan heb je dus hier een beschrijving hoe je dan weer rein kan worden. In other words, the count is purely means to an end. Dus deze telling heeft dus ook echt een einde. Het is, zeg maar, de bedoeling ook inderdaad dat iemand gaat tellen, want je weet dat het stopt en dan ben je weer rein en kun je weer deelnemen aan. Let's consider what happens in the third other instance in which there is a command to count. Dit waren dus de eerste twee beschrijvingen wanneer iemand dus gezegd wordt dat je kan gaan tellen of dat je moet gaan tellen, hè, als je weer deel wil nemen aan de tempeldienst en dergelijke. En binnen kunnen komen in de tempel. De derde wordt beschreven in Leviticus 25, vers 8. Okay, this is, of course, what we discussed in our study of Leviticus chapter 25. We read in verse 8 that you shall number, again numbering, 7 Sabbaths of years unto you, 7 times 7 years, and there shall be unto you the days of 7 Sabbaths of years, even 49 years. En dan lezen we, dit hebben we ook al eens behandeld in het verleden, vers 8. Voort zult gij 7 jaar Shabbatten tellen, 7 maal 7 jaren, zodat het de dagen van de 7 jaar Shabbatten 49 jaren zijn. And then of course, as we read in verse 10 and on, you hallow the 50th year and proclaim liberty throughout the land unto all the inhabitants thereof. This is the jubilee year. En dan vanaf vers 10. Gij zult het 50ste jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners. Een jubeljaar zal het voor u zijn. Now, when it comes to reaching the jubilee year, we could ask as well, is there a commandment to actually engage in this counting? En dan kunnen we dus ook inderdaad afvragen, heeft het ook een betrekking op het jubeljaar, deze betrekking van het tellen? I have to admit that it isn't clear. En ik moet toegeven, het is niet helemaal duidelijk. But there is an important point to observe with respect to the manner in which this commandment is stated, and indeed the same with respect to what we saw in Leviticus chapter 15.
Maar zoals het tellen hier wordt weergegeven, dat heeft toch wel linken, zeg maar, met Leviticus 23. In most translations, the distinction will be lost, because certainly in English, nowadays, when we say you, we don't distinguish between speaking in the singular and speaking in the plural. En in sommige vertalingen gaat soms de grondtekst verloren, zeg maar. Het betreft ook vooral het Engels. De Engelstalige vertaling, daar Rabbi Chaim natuurlijk op terugvalt. En hij doelt hier dan op het woord jou, wat bijvoorbeeld you in het Engels. Hè? En dat kan zijn enkelvormig, hè, dat het iemand is, jij, zeg maar. Maar you kan ook voor meerdere mensen gelden. Dus het kan ook een meervoudswoord zijn. Wij zouden dat weer vertalen misschien met jullie. Jij is enkelvoudig, jullie is meervoud. Of course, in Dutch you can. So this is a point that you should be able to discern in the Dutch translations. Dus bij ons zouden wij dat, de betekenis van het Hebreeuws, zeg maar, zou bij ons in het in onze vertaling beter naar voren moeten kunnen komen. What I am describing here is the use of the singular, both in Leviticus chapter 25, verse 8, and also in the passage that we saw in Leviticus chapter 15, verses 13 and 28. En bij ons is het inderdaad, which one is the last part? That is what we saw in Leviticus chapter 15, verses 13 and 28 is the singular. And yeah. So is Leviticus chapter 25, verse 8. It's also in the singular. Dus Leviticus 15, 13 en 28, wat we hebben gelezen, dat gaat dus over een persoon, één persoon. Het is een enkelvoudig persoon, hè, jij, zeg maar, u. In Leviticus 25, vers 8 gaat het daar ook om. Het gaat om een enkelvoudig persoon, één. Dus. Why the singular? Waarom enkelvoudig? Well, in Leviticus chapter 15, we can readily appreciate. The individual who is in a state of defilement needs to count in order to be able to attain purification. In Leviticus 15 kunnen we dat natuurlijk begrijpen, maar dan gaat het om een persoon die onrein is geworden. En daar wordt beschreven hoe die persoon zich weer kan heiligen en rein kan worden verklaard om weer bijvoorbeeld toe te treden tot de tempel. In ons trouwens een opmerking wat ik zie staan in Leviticus 25 vers 8. Bij ons is het vertaald, ik heb dan de NBG-vertaling, in gij en u. Dus dat is enkelvoudig ook. Wait, so why is that also the case in Leviticus chapter 25 verse 8? Why is that in the singular? That's not a matter of a single individual. That's the entire community. En dat is wel opmerkelijk, want in Leviticus 25 vers 8 wordt er dus geschreven voortzeld gij u zeven. En dan verder. Maar hier wordt gesproken tot de hele gemeente van Israël. But then, once again, we aren't speaking about something that needs to be done by each and every individual. Dus hier wordt wel gesproken tot de hele gemeente van Israël, tot het hele volk, zeg maar. Maar ook door een opdracht wat ieder individu zich eigenlijk moet gaan doen. Who is counting these seven Sabbaths of years in order to reach the reckoning of the Jubilee year? Want wie moeten er eigenlijk gaan tellen de zeven jaar Shabbaten totdat het jubeljaar is aangebroken? Well, certainly not each of us as individuals. En toch is het niet zo dat iedere individu die opdracht krijgt. The leaders, the court, certainly not every individual. Maar dat wordt juist gesproken tot de leiders van het volk. De mensen die binnen een raad zijn. I do feel compelled to parenthetically clarify the answer to a question that many of you may be wondering about. And that is, so does anyone count for the Jubilee year nowadays? En ik wil dan toch nog even stilstaan bij een vraag die misschien bij ons op kan komen om iets duidelijk te maken en ja, om dit toch duidelijk uiteen te zetten, is het inderdaad dus zo dat iedere individu toch wel afzonderlijk gaat tellen tot het jubeljaar? So, to reply briefly, the answer lies in chapter 25, verse 10. En het antwoord vinden we eigenlijk in Leviticus 25, vers 10. Proclaim liberty throughout the land unto all
the inhabitants thereof. Gij zult het 50ste jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners. In our ancient tradition, the jubilee year only applies when all the inhabitants of the land are upon it. En het jubeljaar wordt in feite alleen maar afgekondigd als alle bewoners van het land ook in het land zijn. Only when most of Israel is in the land of Israel can the jubilee year be a commandment of the Torah upon us. Dus alleen als de meerderheid van het volk Israël zich in Israël zelf begeeft en bevindt, kan een jubeljaar worden afgekondigd. And indeed, once the exile by the Assyrian Empire of the 10 tribes of northern Israel, what became the 10 lost tribes, once that exile began, the jubilee year no longer applied as a commandment of the Torah. In onze traditie en in onze historie kunnen we zeggen dat toen de 10 stammen, wat nu gezegd ook vaak de 10 verloren stammen van het volk Israël, maar toen de 10 stammen van het Noordrijk in Israël in ballingschap gingen, in feite vanaf die tijd af aan is er eigenlijk nooit meer een jubeljaar kunnen worden afgekondigd, want die stammen zijn niet aanwezig in het volk Israël, in het land Israël. It's important for us to appreciate that doesn't mean that we haven't been observing the jubilee year for just the last 2,000 years. Een jubeljaar zo kunnen vieren, zoals het in de Bijbel natuurlijk wordt. That means we haven't been observing beschreven. The jubilee year for approximately 2,700 years since the exile of the 10 tribes began. Dus 2700 jaar geleden begon de ballingschap van de 10 stammen en vanaf die tijd is er nooit meer zo een jubeljaar gevierd. Never since was most of the nation of Israel, even those who identified as Israel, in the land of Israel. Maar vanaf die tijd is zeg maar het grootste gedeelte van het volk Israël niet in Israël zelf geweest. In the period of the Second Temple, when the Second Temple period reached its zenith, there was a plurality of the nation of Israel in the land of Israel. In other words, the community in the land of Israel was larger than any other community, but it was never the majority. Dus ook in de Tweede Tempelperiode was er een groot gedeelte in Israël, maar het was nooit de grootste gemeenschap, zeg maar, wereldwijd op dat moment tijdens de Tweede Tempelperiode, maar niet iedereen was sowieso terug. Dus het was een grote gemeente, maar het was niet de meerderheid die terug was in het land. For the last 2700 years, there was never a majority of the nation of Israel in the land of Israel. De laatste 2700 jaar vanaf zeg maar de wegvoering van de eerste 10 stammen, van de 10 stammen, toen dat begon, is er nooit een meerderheid van de Israëlieten in het land Israël geweest. The last decades, once again, the plurality of the nation of Israel is in the land of Israel. Maar de laatste decennia zien wij dus dat er langzaam maar zeker een verschuiving komt en dat er een meerderheid steeds meer zich gaat vormen in het land Israël van het volk. And within perhaps the next few decades, for the first time since the 10 tribes were exiled, the majority of the nation of Israel may be once again in the land of Israel. Dus we zien dus een verschuiving inderdaad ontstaan al de laatste decennia. En we hopen dat de komende decennia inderdaad het mogelijk zal zijn dat een meerderheid van het volk Israël terug zal zijn in het land. This is a modern day miracle of incalculable significance. En dit is een groot wonder wat voor onze ogen geschiet, zeg maar. Closed parentheses, because that's not what we're talking about. Dus het is bijna mogelijk. Maar ja, goed, dat was dus even een zijsprong. Ja, mooi.
That was just clarifying why we're not counting the jubilee year now. Dus dat is de reden ook waarom wij niet echt een jubeljaar kunnen uitroepen nu. Ze tellen ze nog wel om bij te blijven, maar ze kunnen niet echt uitroepen. But again, we reiterate that the count is a count that is expressed both with respect to the jubilee and with respect to the defilement as something that an individual does, either the individual, the leaders in the case of the jubilee year, or the individual who is defiled in the case of the defilement. Dus het tellen heeft toch wel betrekking op personen, zeg maar, individuen. En wat betrekking met het tellen voor steeds tot een jubeljaar en weer terug, zeg maar, en tot het volgende jubeljaar. Dat wordt verwacht van de leiders van het volk. En als je dus inderdaad onrein bent geworden, dan heeft dat meer betrekking op het individu om te tellen. But now we consider by way of contrast what we read about the commandment to count in Leviticus chapter 23. We gaan kijken naar de opdracht die wordt gegeven in Leviticus 23, de opdracht om het te tellen. We might translate similarly, you shall number unto you, but that numbering is a commandment that is expressed in Hebrew as usfartem, plural. En dan lezen we, dat is dus Leviticus 23 vers 15, dan zult gij tellen. En in het Hebreeuws staat er dan usfartem en dat is een meervoudswoord. Dus het betrekt weer op meerdere mensen. That's a commandment for each individual. En dat is dus ook een opdracht voor ieder individu. Grammatically, it is akin to what we read in the continuation of the chapter in verse 40. And you shall take you on the first day of the Feast of Tabernacles, the fruit of goodly trees, the branches of palm trees, the boughs of thick trees and the willows of the brook, the four species that indeed we all take on the first day of tabernacles. In the Hebrew, ulkachtem, similar to usfartem, as we saw in chapter 23 earlier on. En dan lezen we in vers 40, dan zie je precies hetzelfde staan. Op de eerste dag zult gij vruchten van de sierlijke bomen nemen. Dat gebeurt dus met het loofhuttenfeest. Takken van palmen en twijgen van loofbomen en van de beekwilgen. En gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heere uw God, 7 dagen lang. En daar staat uskartem en dat is dus ook een meervoudswoord. So the purpose of this exercise is to appreciate that there is something unique in the commandment to count that we read in Leviticus chapter 23, verse 15. This commandment is one for each individual to count. Dus in feite is er iets unieks wat je kunt relateren aan Leviticus 15, maar ook wat hier beschreven staat. Want het lijkt erop dat het ook aan ieder individu de opdracht wordt gegeven om te tellen. Inevitably we need to ask ourselves, why? Maar dan horen we ook de vraag te stellen, waarom? It should be perfectly clear that if the purpose of this counting were so that we'll know when the holiday of Shavuot, the festival of weeks, is to take place, then it definitely should not be in the plural usfartem. Then it should be exactly what we read in Leviticus chapter 25 verse 8 with respect to counting for the jubilee year. It could be in the singular, the leaders, the court, but not every individual. Dus in feite kun je dan zeggen dat als het voor iedereen zou gelden om te tellen, je moet tellen, zeg maar, tussen het ene en het tweede feest tot het wekenfeest, Shavuot. Dan weet je tenminste wanneer het wekenfeest moet worden gevierd. Maar het staat juist in het meervoud, het staat ook in een enkelvoudig woord. Dan gaat het, je kan het ook zeggen, dan gaat het alleen maar, heeft een betrekking op de leiders van het volk die horen te tellen en het dan zouden moeten uitroepen. Clearly, if we're all counting, it's not to know when the holiday is. Maar de opdracht, dus als we toch de opdracht krijgen om voor een ieder van ons om te tellen, dan heeft dat vast niet de betekenis dat we allemaal weten wanneer precies het feest moet worden gevierd. So why are we counting and what does it mean? Dus waarom moeten we allemaal tellen en wat is de betekenis ervan? And that of course is precisely our focus for the rest of this session. En dat is natuurlijk het antwoord wat we proberen te
vinden. En daar is op onze focus ook gericht de rest van deze sessie. In order to answer this question, we're going to need to consider just what it is that we're counting. Dus we moeten ons eerst afvragen, wat is het precies wat we moeten gaan tellen? And on a number of planes, we're going to have to consider just what that count symbolizes and teaches. En we moeten ons natuurlijk ook afvragen waar het symbool voor staat en wat het ons leert, de telling. First, I'd like to consider one very obvious and important motif that we note in chapter 23, verse 16, and that is, if you're counting until after 7 weeks, you're counting 50 days. En het eerste wordt genoemd in vers 16, tot de dag na de zevende Shabbat zult gij tellen 50 dagen. What's the significance of 50 days? Wat is de betekenis van 50 dagen? What's the significance? What's the significance altogether of the number 50? Wat is de betekenis sowieso van het nummer 50? In order to answer this question, I'd like to consider a glaring apparent contradiction that we find in the Bible. We gaan kijken naar een soort van tegenstelling wat we eigenlijk kunnen terugvinden in de Bijbel. Well, of course, you know that apparent contradictions are always there to teach us something. En als het lijkt of er een tegenstelling staat in de Bijbel, dan weten we ook dat het ons iets kan leren. The apparent contradiction is between what we read in Exodus chapter 21 and what we just read about the Jubilee year, another 50, in Leviticus chapter 25. En we gaan kijken naar Exodus hoofdstuk 21 vers 2, waar het gaat om het zevende jaar, en dat staat dan in verband met het jubeljaar wat we net hebben gelezen. In chapter 21 of Exodus, we read of the Hebrew servant who in general goes free after serving for 6 years. Maar dan lezen we in Exodus 21 vers 2, wanneer gij een Hebreeuwse slaaf koopt, zal hij 6 jaren dienen, maar in het zevende jaar zal hij om niet als een vrij man weggaan. What if he doesn't want to? Maar wat als hij niet weg wil gaan? So we read in verse 6 that then his master shall bore his ear through with an awl, and he shall serve him forever. Als de slaaf dus niet weg wil gaan, dan lezen we in vers 6, dan zal zijn heer hem bij de goden brengen, hij zal hem bij de deur of de deurpost brengen, en zijn heer zal zijn oor met een priem doorboren, en hij zal hem voor altijd dienen. So again, the servant who doesn't want to go free, has his ear bored, and serves his master, says here, in the Hebrew, le'olam, forever. Dus als de slaaf dus niet weg wil gaan, dan krijgt hij dus een priem door zijn oor heen. En dan zal hij zijn meester dus voor altijd dienen. Dat staat ook in het Hebreeuws, ha'olam. En dat betekent voor altijd. Yeah, but remember in Leviticus chapter 25, in verse 10, we read, you are to proclaim liberty throughout the land unto all the inhabitants thereof. It shall be a jubilee unto you, and you shall return every man unto his possession, and you shall return every man unto his family. Everyone goes home. En dan lezen we dus de tegenstelling, of dat lijkt een tegenstelling, in Leviticus 25 vers 10. Gij zult het 50ste jaar heiligen en vrijheid in een land afkondigen voor al zijn bewoners. Een jubeljaar zal het voor u zijn. Dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht terugkeren. Every man goes home, but what about the servant who didn't want to go home, who didn't want to be freed, who is to serve his master forever? Maar hoe zit het dan met die slaaf die niet weg wil gaan en die dus zijn meester wil dienen voor altijd? It's not a contradiction. Het is geen tegenstelling. In our ancient tradition, forever means until the Jubilee year. In onze overlevering, zeg maar, in onze opvattingen, wordt gesteld dat voor eeuwig hier kan worden vertaald tot het jubeljaar. The number 50 signifies the absolute, the forever. Nummer 50 staat dus ook altijd voor eeuwig, het absolute, zeg maar. Number 50 is
beyond. Nummer 50 is ook iets wat boven alles uitstijgt. But of course we'll also note, as indeed we saw it expressed in Leviticus chapter 23 in verses 15 and 16, that you get to the number 50 because of counting 7 weeks, 7 times 7. And the next day, 7 times 7 plus 1, 49 plus 1 is 50. En dat zien we dus ook terugkomen in Leviticus 23, 15 en 16, waar dus de opdracht wordt gegeven om te tellen. 7 keer 7 plus 1. En dan kom je dus, zoals in vers 16 staat, op 50 dagen. 50. I think we've had opportunities in the past to discuss the significance of the symbolism of the number 7 in the Bible. We hebben het in het verleden vaak behandeld, inderdaad, de betekenis van het getal 7. I share with you the insight of one of the great Jewish thinkers of the 16th century, Rabbi Judah Loewy Yehuda Leiva of Prague, who is generally in Jewish scholarship known by the acronym the Maharal of Prague. The Maharal? Maharal. 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 Yes. Okay, and he will us nu iets delen van de opvatting of de uitleg van 50. En dat was een grote leraar, een rabbijn, zeg maar, in de 16e eeuw, de heer Levi van Praag. En de Maharal wordt hij genoemd in het Hebreeuws. En als je die naam hoort, dan wordt er naar die beroemde rabbijn verwezen. Besides being one of the greatest Jewish thinkers in all time, he was also a very accomplished mathematician. En hij was een grote Joodse denker en heel groot in zijn tijd en tot op deze dag. Maar hij was ook heel kundig in rekenen. And in his comments, he speaks of the symbolisms of numbers that we encounter in the Bible and in the other holy books. En hij heeft heel veel geschreven juist over de betekenis van nummers, van getallen en de symbolen daarvan ook. De betekenis daarvan, van de Bijbelse nummers, zoals die weergegeven staan in de Bijbel. What's the significance of the number 7? En wat is dan de betekenis van het nummer 7? Well, consider first in space. Natuurlijk, 7 duidt ook op een getal in de ruimte. There are 6 cardinal directions. Er zijn 6 richtingen op deze aarde. North, south, east and west, up and down. 6 directions. 6 richtingen staan voor boven, beneden, noord, west, zuid en oost. That's the number 6. Dat is ook het nummer 6, daar de betekenis van, zeg maar. But 6 directions will not enable you to identify a location in space. Maar 6 wil je niet de garantie geven dat je dus ook een locatie kan vinden in de ruimte. Besides the 6 directions, you also need a point of origin, the zero point. Want je hebt ook iets nodig om een beginpunt, zeg maar, nodig om je te oriënteren. Dat is, zeg maar, het getal 0. That is the anchor for the 6 directions. You need the 7th in order to make it all meaningful. Dus je hebt die 7e nodig om het allemaal ook betekenisvol te maken. That's in space. The same is also true in time. En dat is dus in ruimte. Maar je kan dit ook betrekken, deze uitleg, op tijd. In Genesis chapter 1, we read of the 6 days of creation, when God forms the world, the universe. Genesis 1 lezen over de 6 dagen waarin God de hele schepping maakt. But then, there is the 7th. Maar dan is er weer de 7e. The Sabbath day. De dag van de Shabbat. And of course, likewise, in the absence of that 7th day, you have the 6 days of creation, a lot of making, a lot of creative activity, and no anchor to make any of it meaningful. Dus op de 6 dagen dat alles wordt gemaakt, en op de 6 dagen wat wij allemaal kunnen bewerken, is eigenlijk betekenisloos zonder de 7e, zonder het anker. The Sabbath day in our tradition is the anchor. En in onze traditie is dus de 7e dag het anker.
It is the culmination, the fruit of all of the days that came before. Dat is dus ook de uitkomst, maar ook het fruit, zeg maar, wat van je arbeid wordt voortgebracht van al die 6 dagen dat je hebt gearbeid. And it is the seed, the initiation for the week that follows. Maar het bevat ook het zaad voor de week die zal volgen. So once again, you need 7 in order to make things meaningful in this world. Dus je hebt 7 nodig, het getal 7 nodig om betekenisvol te kunnen zijn in deze wereld. And so then, when you consider the 50th as 7 times 7, it's really everything in this world plus. Dus als je de betekenis van 7 nu weet en je hebt 7 keer 7, dan is het een hele volheid, zeg maar, plus 1, dan gaat er iets ontstaan, die 50, dat gaat dus ver buiten onze eigen waarneming en deze schepping, zeg maar. 7 is the level that goes beyond the 6. It is the anchor of meaning that makes the 6 meaningful. 7 is meaningfulness in this world. 7 times 7 is extracting all of the meaning that exists in this world, time and space, plus 1, the 50th, is going beyond this world. Dus het anker ligt dus verscholen in de 7e. 7 keer 7 geeft dus, zeg maar, betekenis aan alles op deze wereld wat wij kunnen waarnemen in dit tijdsbestek. Het is dus ook een beeld van tijd en ruimte. Het is een volheid van alles omvattend. Alleen 50 gaat dan nog een stap verder, zeg maar. Het brengt ons in een andere dimensie, wat wij amper kunnen waarnemen. The process of growing from Passover to the Feast of Weeks to Pentecost is a process of growing through everything in this world until you reach the 50th level. En ons betekenis hieraan is dus dat er is een groeiproces vanaf Pesach, zeg maar, tot Shavuot, tot het wekenfeest. En in die 50 dagen wordt alles beleefd en zit alles wat van betekenis is in dit leven waar je doorheen gaat, of in deze schepping waar je doorheen moet. This is the numerical message, but there's an additional message that emerges when we consider what this progression signifies. En dit is dus een betekenis die wordt gegeven aan dat groeiproces, maar er is nog een andere betekenis. Recall that there are not one, but 2 offerings that are being brought, one at the beginning of this period of 50 days and the other at its end. En daarin, we kunnen leren van de 2 offergaven die worden gebracht. 1 aan het begin van deze periode en in het eind van deze periode wordt er een nieuw offer gebracht. What do we know about these offerings? Wat weten we van deze offergaven? Well, in Leviticus chapter 23, verse 15, the answer would have to be not very much. En we lezen in Leviticus 23, vers 15, over een beweegoffer, en dat bevat niet heel veel. All we read is that you bring an omer, the measure of the waving, because part of the ceremony is to wave it, as we already discussed, but there's no explicit identification as to what it is. Dus er staat dus inderdaad in vers 15 waarop gij de garve of de omer van het beweegoffer gebracht hebt. Nou, dat was ook de opdracht om dat inderdaad op die dag te doen. Maar er staat nog niet bij wat voor soort garve dat moet zijn, wat voor soort omer. Of course, you could say that everyone who knows what the agricultural cycle is like in the land of Israel knows what is being harvested at the time of Passover. En iedereen die het ritme en het, de cyclus van de landbouw, zeg maar, kent in Israël, weet ook inderdaad wat er dan met Pesach wordt geoogst. And that may be also implicit in the message that we read, maybe with one additional motif, in Deuteronomy chapter 16, verse 9, that when do you start counting?
from the time the sickle is first put to the standing corn, the standing grain. En in Deuteronomium 16 vers 9 zien we misschien een verwijzing, want daar staat dus beschreven wanneer, en misschien 7 weken, zult gij tellen van dat de sikkel van het voor het eerst in het staande koren geslagen wordt. What grain is harvested first? En welk koren wordt het eerst geoogst? In the land of Israel, the barley harvest is ready for being harvested at the time of Passover. En dat is, als ik het goed vertaal, is dat de tarwe inderdaad. De tarwe wordt het eerst geoogst gedurende Pesach. Wheat only ripens later. En dat is dan alleen maar gerijpt, zeg maar. Dat is de eerste oogst. That becomes clear if you don't know the agricultural cycle in the land of Israel, when you read a book that is completely based upon that agricultural cycle, the Book of Ruth. And, Sliha, I have to translate something just from the chat. Dankjewel. Ik kreeg net even het chatje binnen en ik zat al te twijfelen inderdaad, maar de tweede oogst is inderdaad de tarweoogst, maar de eerste oogst is de gerstenoogst. Dus de gerst is de eerste oogst die wordt gehaald tijdens Pesach. Dat is dus een verwijzing naar het staande koren. Het eerste oogst is de gerst. En ook wat wordt beschreven in het boek Rut, dat is sowieso een boek wat helemaal gaat over het oogsten en de landbouw, zeg maar, in Israël. Oh yeah, okay. We can continue. Okay, so again, this becomes clear in the Book of Ruth, which is based upon the agricultural cycle in the land of Israel. Het Rut is dus inderdaad gebaseerd op de cyclus van de landbouw in Israël. We read at the end of chapter 1 that Ruth and Naomi came to Bethlehem in the beginning of the barley harvest. En dan lezen we in Rut hoofdstuk 1 dat Naomi en Rut aankwamen op begin van de gerstenoogst. We read in chapter 2 verse 23, after the barley harvest comes the wheat harvest. En dan lezen we in vers 23 dat na de gerstenoogst de tarweoogst is. Yeah, I have translated. Okay. With respect to the offering that describes the beginning of this 50-day period, again, we appreciate that it is from the beginning of the harvest, which means it's barley. Dus als we dus ook inderdaad weten hè, dat de beweegoffer wat moet worden gebracht, dat kan alleen maar slaan op de gerstenoogst. With respect to the harvest at the end of the period, we read in Leviticus chapter 23, verse 17, about the offering brought to the Holy Temple after the 50 days, on the holiday of Shavuot, the Feast of Weeks. En in vers 17 van Leviticus 23 zien we dan ook staan over twee beweegbroden. U zult uit uw woonplaatsen zult gij twee beweegbroden meebrengen. Uit twee tienden eva fijnmeel zullen zij bereid worden. Gezuurd zullen zij gebakken worden. Eerstelingen voor de Heere. Dat is dus een opbrengst van de tweede oogst. Okay, but it's important, of course, for us to stress. It's not just fine meal. That is, the Hebrew word solet is never used to refer to anything other than wheat. Fine wheat. Flour. En zoals bij ons wordt het dus inderdaad beschreven als fijn meel. Solid is het Hebreeuwse woord en dat slaat eigenlijk alleen maar op tarwe. Dus het is fijn tarwe meel zou het een betere vertaling zijn. Now here again we need to base ourselves on some facts that would have been completely obvious to anyone living the agricultural cycle in the land of Israel. Dus we worden hier, krijgen we dus zeg maar, worden we
bij bepaalde feiten gezet, die in feite alleen maar bekend zijn als je in het land Israël ook woont, maar daar gaat die cyclus zo gelden. Dat is geen andere cyclus dan deze. Barley was basically considered to be animal food. En gerst werd eigenlijk alleen maar gebruikt, zeg maar, als voer voor voedsel voor de dieren. Wheat, let alone fine wheat flour, is the grain of choice for human beings. Maar tarwe, zoals het hier beschreven wordt, fijn tarwemeel, dat is voedsel voor mensen. We'll also note that with respect to that first offering brought at the beginning of the 50-day period, we read that there is this offering brought, but it isn't even identified as made into any baked substance. Whereas in chapter 23, verse 17, we read of wave loaves. You make them into loaves. Loaves, like what people eat. Dus dat kunnen we misschien ook opmaken uit de tekst, want van de eerste offer, van de eerste omer, de eersteling scharven, dat is dus de gerste oost, die wordt dus op het begin van de omertelling gebracht, wil dan eigenlijk zeggen van er wordt niet beschreven van hoe je die precies moet brengen. Je moet hem brengen, maar niet in een bepaalde vorm of zo. In vers 17 zien we staan dat van het fijne meel, het tarwemeel, zullen zij bereid worden dat ze broden van worden aangeboden. Dan is het dus een bewerkt iets. Tarwemeel wordt dus bewerkt en dan wordt het pas als gave aangeboden aan de Heer. Besides being loaves and being fine wheat flour as opposed to barley, there's another crucial motif to which we need to pay attention. Maar er is nog een ander verschil en waar we ons toch even mee bezig moeten houden om het beter te kunnen begrijpen. Waar we toch even bij stil moeten staan, zeg maar. They shall be baked with leaven. En dat staat ook beschreven zijn in vers 17. Zullen ze bereid worden? Gezuurd zullen zij gebakken worden. Leaven, of course, makes the bread most appropriate for proper human consumption. Dus als je gezuurd brood hebt, hè, dan wordt het luchtig van en dan krijg je echt ook een brood van. En dat maakt het ook geschikt voor mensen om te eten. Well, what about the Omer offering that is brought at the beginning of this 50-day period? Was that made with leaven? Maar gelde dat ook voor de eerste omergave, de eerstelingsgave die aan het begin van de omertelling werd gebracht voor de priester, zeg maar, voor de Heere God? Your immediate response, undoubtedly, is that's a stupid question. Natuurlijk moet onze reactie zijn dat dit natuurlijk een beetje een stomme vraag is. Remember, the beginning of this 50-day period is during Passover, where there is no leaven to be found at all. It's the feast of unleavened bread. Maar dat is natuurlijk zo van, het is de dag na Pesach en dan is dus de opdracht dat al het gezuurde uit de huizen moet worden weggedaan. Want het is het feest van de ongezuurde broden. That's completely true. That is an additional point to appreciate. En dat is natuurlijk helemaal waar, maar we moeten toch iets anders ook nog ons bedenken. We read in Leviticus chapter 2, verse 11... No meal offering which you shall bring unto God shall be made with leaven. For you shall make no leaven nor any honey go up in smoke as an offering made by fire unto God. En dan gaan we kijken naar Leviticus hoofdstuk 2 vers 11, want daar staat ook nog iets speciaals beschreven. Geen spijsoffer dat gij de Heere brengt zal gezuurd bereid worden, want van zuurdeeg nog honing zult gij iets als een vuuroffer voor de Heer in rook doen opgaan. Now, if you ask, well, if that's the case, how are we bringing these loaves out of leaven on the Feast of Weeks, on Pentecost? So, hoe kunnen we dan inderdaad, zoals beschreven gaat in vers 17, hoe kunnen we dan iets gezuurd, gebakken, aanbieden aan de Heere, zoals het beschreven wordt voor Shavuot op het Wekenfeest. And we can discern the answer still in Leviticus chapter 2 in verse 12.
As an offering of first fruits, you may bring them unto God, but they shall not come up for a sweet savor on the altar. Those loaves were not placed upon the altar. En dan lezen we het antwoord, lezen we eigenlijk in vers 12 van Leviticus, vers 2. Als offergave de eerstelingen zult gij ze de Heere brengen, maar zij zullen niet tot een lieflijke reuk op het altaar komen. Dus we brengen ze wel naar de Heere, maar ze zullen niet op het altaar worden verbrand. But still, there is something extraordinary that whereas the initial offering brought at the beginning of this 50-day progression is, of course, not at all leavened and not even what we would usually regard as human food, at the end of this period, we have two well-baked loaves that are leavened. Dus het is natuurlijk wel opmerkelijk, en dat moeten we toch ook ons realiseren, dat wij dus wel met gezuurde broden staan voor de Heere God op dit feest. Which, of course, then would prompt us to see this progression as you start out when the liberation, the physical liberation, takes place from bondage on Passover, really functioning like animals. And there's a progression that begins then until we bring the food that is fit for people, that is leavened, that is made out of fine wheat flour at the end of the 50 days. Dus je kan zeg maar het proces van groei hierin zien. Dat met Pesach wordt natuurlijk gevierd dat wij als volk zijn bevrijd uit Egypte. Al uit de slavernij, toen waren we ja, als dieren zeg maar gelijk. We waren slaven. En daar staat ook dan ook het offer aan centraal. Dat dan in het begin van de omertelling wordt gebracht. Gerst wordt dan geofferd of als offer aangeboden aan de Heer. En na 50 dagen zie je dus een proces van groei. En dat wij na 50 dagen vanuit die vrijheid, we zijn in de vrijheid gesteld door de Heere God, zijn we in staat om brood te maken. Hè, gezuurd en al, mooi brood van fijn koren, van fijne tarwe. Om dat de Heere God aan te bieden als voedsel voorwaardig voor mensen. That's true. But that's only part of the picture. En dat is waar, maar dat is een deel van het, van dit verhaal, zeg maar. Een deel van deze. Remember, we're counting here. Denk eraan, wij zijn hier aan het tellen. We have a starting point for that count. That starting point is Passover. We hebben een startpunt aan het begin van deze telling en dat is Pesach. And you know, on manifold planes, that's an appropriate place to start counting. En dat is ook, natuurlijk, is het ook een goede plaats om te beginnen met tellen. As we read in Exodus chapter 12, verse 2, this month shall be unto you the beginning of months, it shall be the first month of the year to you. Want het is natuurlijk heel belangrijk, die dag wordt ook genoemd in Exodus 12 vers 2. Deze maand zal u het begin der maanden zijn. Zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn. And as we read in Exodus chapter 13 verse 4, this is a recurrent theme in many verses in the Torah. This day you go forth in the month of spring. En dat wordt herhaald, en dat wordt wat vaker herhaald in het schrift, Exodus 13 vers 4. Heden trekt gij uit in de maand Aviv, in het voorjaar. That is the spring. Everything is blooming. Everything is beginning anew. You're also beginning anew. Dus het is dus in het voorjaar en alles is aan het uitbotten en aan het uitlopen. En het is net of het beeld daarin dan staat ook, met u begin ik iets nieuws. And when you begin anew, you start counting. En wanneer jij opnieuw begint, begin je ook met tellen. Begin je te tellen. But it's important for us to appreciate, you're not starting to count from nothing. Maar het is ook belangrijk dat dan gerealiseerd wordt dat je niet begint te tellen vanaf niks. On the contrary. Let's return to that theme in Deuteronomy chapter 16, verse 9. When do you start counting? From the time the sickle is first put to the standing corn.
Maar de tijd is belangrijk en dat wordt beschreven inderdaad in Deuteronomium 16 vers 9. Dat is het beginpunt om te tellen dat de sikkel voor het eerst in het staande koren geslagen wordt. Picture the mind of the farmer in particular, who has dedicated himself day in, day out, from early in the morning until late at night, tending to his fields. Probeer dat beeld naar voren te brengen van een boer die zich voorbereidt op de oogst en die is aan het zaaien en die is aan het, op het land aan het werken, van vroeg in de morgen tot laat in de avond. Plowing, sowing, tending, getting rid of the weeds, getting rid of the pests, doing everything to finally reach the harvest. En een boer kan op het land heel erg actief en heel erg intens bezig zijn. Hij begint met ploegen, inzaaien. Hij moet het natuurlijk bemesten. Hij moet het misschien bewateren. En hij moet er van alles aan doen. Het onkruid eruit tussen weghalen. Om tot doel te komen dat er een goede oogst komt. Want dat is zijn doel. Daar werkt hij hard voor. Can you imagine how he has been counting to this day of the harvest all year long? Finally to see the fruit of his labors. En kan je dan indenken dat hij inderdaad gaat tellen en ook het werk van zijn handen gedurende het hele jaar, dat hij tot deze oogst komt en het werk dus van zijn handen kan zien voltooien en de opbrengst daarvan kan genieten. And God tells us when, God vertelt ons, when you think now you've begun the harvest, the sickle is first put the standing corn, you think you've finished counting. Now is when the real count begins. God laat ons weten, zeg maar, dat als het punt, het koren staand op het land, rijp is voor de oogst, dat je denkt dat je dan aan het einde bent van alles, dan zegt God van, dat is juist het begin dat je begint te tellen. Now you learn to make everything count. Want dan ben je van bewust dat alles telt. Now you start counting from the material, from what is animal food, until you really get to the level of being human, not just human, of being godly. Want nu ga je van het materiële, zeg maar, van de gerstenoogst, die is dus een beeld dus, en dat werd ook gebruikt als voedsel voor dieren. Nu ga je pas bezighouden met het doel van naar een menselijk iets toe te werken, wat ook weer gelinkt is aan het goddelijke. But you could consider also how it is that you're counting. Maar het is natuurlijk ook belangrijk hoe je telt. Remember, you're counting 7 times 7. Maar je telt 7 keer. 7, remember, giving you a sense of everything in this world, all of space and all of time, made meaningful. En 7 staat dus inderdaad dat iets belangrijk is en betekenis krijgt wat betreft ruimte, maar ook qua tijd, dat je daar de betekenis van kent. You start out with that Omer offering, remember in Leviticus chapter 23 verse 11 as we began? En je begint dus met de eerstelingsgave aan het begin van de omerteller, zoals in Leviticus 23 vers 11 stond beschreven. And you wave it, waving it, remember, north, south, east, west, up and down, all 6 directions. En je beweegt het, het wordt bewogen in alle 6 richtingen. But you're not counting for 6, you're counting for 7. Maar je telt geen 6, maar je telt 7. That is to invest everything in this world with meaning. Om dan te investeren in alles van deze wereld wat een betekenis heeft. And most crucially, you are counting up. En het meest cruciale, wat is van belang, wat je telt dus naar boven. Now, what do I mean by counting up here? Because this is our final point, but maybe it's the most important. En dit is inderdaad ons laatste punt wat we zullen beschrijven, maar misschien wel het meest belangrijke. You know, there's also such a thing as a countdown. Want zoals we allemaal weten is er natuurlijk ook een telling die een aftellen, zeg maar, naar beneden toe.
Maybe those who are old enough to remember the space race in the 1960s remember what countdowns were when a voyage was going to begin into space, say on the way to the moon. En eigenlijk dat aftellen, dat is eigenlijk van betekenis. Wij denken dan vaak terug aan de jaren 60, dat het aftellen begon met een ruimtevaartvoertuig, zeg maar, wat dan bijna zou worden opstijgen richting de ruimte. En dan was er echt die hele, het aftellen was heel duidelijk, hè, van 4 naar 0. En dan ging het ruimtevaartuig ging los en dan ging de ruimte in. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff. We have a liftoff. En dan ging het inderdaad van 10 tot en met 0. En dan ging het inderdaad, ja, en we zijn weer 0. En nu is er het wegvaren van, het is nu 0 en nu gaat hij los. When you have a countdown, all that matters is getting to 0. En dus als je dat gaat aftellen, wat staat er dan in het belang dat je komt bij die nul? The 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, that doesn't matter. It's getting to 0, so you can actually have a liftoff. Want die 10 en die 9 en die 8, die doen er natuurlijk niet zoveel toe, maar het gaat om die nul, zodat je een loslating krijgt dat er dat het voertuig opschrijft. That were the case with the counting of the Omer, would lead to the devastating misunderstanding that all that matters is to get to the end, that final offering. Want de betekenis van de omertelling is juist dat je gaat tellen naar het laatste offer wat wordt gebracht op de 50ste dag. En daar gaat het bij de omertelling juist om. But in fact, the whole point of this counting is to learn that everything counts. Maar het belangrijkste les van deze omertelling is juist dat alles van belang is. That everyone counts. Dat iedereen ook van belang is. The count begins when we are freshly emerged from bondage as slaves in Egypt. De telling begint als wij ons herinneren wanneer wij vieren dat wij zijn bevrijd van de slavernij in Egypte. A slave in so many ways doesn't count even himself. Slaven, ja, die hoeven in feite niks te tellen en ook hij zelf telt niet mee. Certainly a slave doesn't determine what matters, what counts. Everything about that is determined by his master. Want een slaaf heeft immers ook niks, dus alles telt ook niet. Alles telt wel voor zijn meester natuurlijk. Becoming free is a challenge. Als hij dan vrijkomt, dan wordt het echt een uitdaging. Because, of course, as we've noted many times, the goal is not to simply become free, but rather send my people so that they may serve me, God says. To be connected to the ultimate source of meaning in all the universe. To be connected to God. Want vrijheid op zich was niet het enige doel, het is niet het hoogste doel. Maar de opdracht was ook van, zend mijn volk uit, opdat zij mij zouden dienen. En dat is eigenlijk het ultieme doel natuurlijk voor iedereen. Niet de vrijheid, maar het dienen van de Allerhoogste. To be connected, most of all, means to learn how to connect everything to its source in God. Want alles heeft natuurlijk een bron en de bron is ook de Heere God. En wij horen ook verbonden te zijn met de bron van de Allerhoogste, de bron Hij zelf. To trace everything back to the one and only source. Om alles terug te brengen bij de enige en de waarachtige bron die er is. When you count, you realize everything counts only because of it being connected to its source in God. En wanneer je telt, dan ben je ervan bewust dat alles van belang is en weer teruggebracht moet worden naar de enige echte bron, en dat is de Heere God. And so we count not in order to determine when Shavuot is. On the contrary. Dus we tellen niet alleen naar het wekenfeest om dat te vieren.
because after those 50 days, we're going to get to Shavuot, we realize we need to prepare by making every day count, everything count on the way there. En in die tussentijd, dus tot het wekenfeest, tot Shavuot, de reis ernaartoe en de lering ernaartoe, moeten wij ons dus bewust zijn dat iedereen telt, maar ook dat alles telt en ieder ding telt. Only by connecting everything to its source in God, do we connect it and ourselves with His blessings. Om dan weer tot de conclusie te komen dat wij connect, dus een contact moeten hebben, zeg maar, de enige bron, en dat is de Heere God, en dat alles telt, dat alles ook weer verbinding vindt in Hem. God bless you. God zegent jullie.